blijven. Ja, rabbel blijven. Rob Mulder weer terug naar RTV Noord. Dat is het doel van een pagina op Facebook. Het vuurwerkslachtoffer van Noord ging vlak voor oud en nieuw nat met een item waarin hij wilde aantonen hoe makkelijk het was om illegaal vuurwerk te krijgen in Groningen. Hij voerde in een reportage een legale en illegale vuurwerkverkoper op. Echter bleek later dat dit één en dezelfde persoon was. Daarnaast had de verslaggever een vuurwerkpakket aangenomen van 139 euro. Waarop de verslaggever besloot zijn journalistieke werk voor RTV Noord neer te leggen. Rob verdient volgens de actievoerders een tweede kans. Je hebt een Facebookpagina geopend om Rob Mulder terug te krijgen bij RTV Noord. Waarom heb je dat gedaan? Gewoonweg omdat ik het zonde vind. Het is een gezicht van TV Noord. En velen van mij, met mij, die denken dat ook. En de manier waarop hij weg is gegaan, vind ik gewoon jammer. Nou heeft Rob Mulder natuurlijk wel iets in scène gezet. Als ik zelf ernaar kijk, kan dat journalistiek wel voor verwarring brengen. Hoe kijkt u daar zelf naar? Persoonlijk ken ik Rob en ik weet dat hij dat niet bewust in scène heeft gezet. Ik bedoel, als ik hem zou vragen om reclame voor mijn kroeg te maken, zou hij dat absoluut niet doen. En dit is ook iets gewoon op zijn persoonlijke Facebookpagina gezet. Gewoon voor de leuk. Nou, heb ik ook wel eens met Rob gedaan, een foto op mijn Facebook gezet. En ook met meerdere bekende Nederlanders. Dus ja, ik zie daar geen kwaad in. Snapt u wel ook dat het verwarring kan brengen bij sommige mensen? Ja, inderdaad. En de ene die denkt zo en de andere denkt zo. En ik vind als iemand duidelijk nog ook weer vertelt en ook nog zijn excuses daarbij maakt, dat het niet om een bewuste actie ging, dan vind ik dat je dat moet accepteren. En ik vind nu dat dat niet geaccepteerd wordt. En dat vind ik jammer voor Rob. Journalist Willem Groeneveld van Sikkom bracht het toneelstuk van Rob Mulder als eerste onder de aandacht. Volgens hem is niet alleen Mulder schuldig aan het incident. Wat hij heeft gedaan met het filmpje, dat kan natuurlijk niet. Dat is wel een journalistieke doodzonde. Dat tast wel de integriteit en de betrouwbaarheid van Noord, maar ook van het hele journalistieke vak aan. Maar dat tegelijkertijd valt RTV Noord zelf ook wel wat te verwijten in de manier waarop ze dat hebben opgepakt. Dus het is niet alleen Rob zijn schuld volgens mij. En op wat voor manier valt het RTV Noord aan te rekenen? Nou, de wijze waarop ze erop gereageerd hebben. Het filmpje kwam online en vrij snel kwamen de reacties onder dat het niet klopte. Toen is het filmpje gewoon ingekort. De bewuste shot is eruit gehaald zonder iets er verder over te zeggen. Toen kwamen wij erachter. Toen kwamen ze ook niet echt met een reactie. Behalve, er zijn wat journalistieke fout gemaakt. Vervolgens kwam er bijna een week later een verklaring online. Waarin werd geschetst dat het wel journalistiek zuiver was uitgevoerd. En dat het geen nepnieuws was. Maar ja, volgens mij als je een toneelstukje opvoert en dat als nieuws brengt, is het nepnieuws. Daar valt even nooit wel wat in te verwijten. En ze hebben hem ook wel heel veel vrijheid gegeven. Er is kennelijk geen interne controle op geweest. Ondertussen groeit het aantal steunbetuigingen op de Facebookpagina Rob Mulder moet blijven bij RTV Noord snel, met al meer dan 800 likes. Je ziet wel dat er ook heel veel steunbetuigingen nu binnenkomen via de Facebookpagina. Hoe kijk je er zelf naar? Ik heb het jullie net laten zien. Het gaat al over de meer dan 30.000 mensen die er gewoon naar gekeken hebben. Meer dan 1.600 mensen die hebben gestemd. Waarvan 91% gewoon wil dat Rob blijft bij Noord. Dus het lijkt me wel duidelijk, denk ik. En verwacht u nu ook dat Rob Mulder terug gaat komen bij RTV Noord? Ik hoop het wel. Voor beide partijen trouwens. Vind je dat Rob Mulder wel een tweede kans verdient? Ik vind dat iedereen een tweede, derde, vierde kans verdient. Alleen ik weet niet of dat per se bij TV Noord is. Maar dat is aan hen, daar ga ik niet over. En dat zou je aan TV Noord of Michel voorop moeten vragen. Rob Mulder heeft OogTV laten weten dat hij even niet voor de camera wil reageren. Hij vindt echter alle reacties hartverwarmend en zegt er erg van op te knappen.